Laurette, wat heb je hier voor heerlijks gemaakt? Is dit ook uit je nieuwe boek? Ja, dit is een boekweitpannenkoekje. Dus dat is glutenvrij. En hier zit dan wilde bladgroenten in. En dat kan brandnetel zijn, wat heel erg lekker is. Maar het kan ook een dovennetelsoort zijn. Dus ik heb hier witte dovennetel. En ook de bonte gele. Heel veel mensen hebben de bonte gele dovennetel in de tuin. Dat is een mooie sierplant. En wat ook heel lekker is, is zevenblad bijvoorbeeld. Nou, dat kennen de meeste mensen ook wel. Daar wil iedereen vanaf. Ja, en dit zijn precies. Dus nou, geniet er dan maar ook een beetje van in ieder geval. Ja. En het leuke van deze groenten is dat ze lekker kruidig zijn. Dus ze voegen een kruidige smaak toe. En in zo'n hoogsnelheidsblender wordt het gedaan, het beslag. Dus je kan het er eventjes in doen, het is echt heel makkelijk. Ja. Dus je doet, nou, dit is dan 1,5 kop boekweitmeel. Het stuift een beetje, maar goed. Boekweitmeel is natuurlijk zelf al heel lekker. Ja. Nou, doe dit erin. Er kan ietsje meer bij nog als je wil, maar dit is ook goed. Je kan er gewoon helemaal in. Hoef je niet klein te snijden. Je doet wat water erbij. Ja. Een kop misschien dat er nog een beetje bij moet. Dat zien we zo wel. En wat zout. Ops. Geen baksoda of iets? Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, want het is niet bijvoorbeeld een Amerikaans pannenkoekje of zo. Oké. En er kan nog een beetje peper bij, maar dat hoeft niet. Oké. Dus het kan zijn dat er wat meer water bij moet. We gaan het even meemaken. Is het beslagje klaar. Ja. En dan ga je dus gewoon kleine pannenkoekjes bakken in de koekenpan en klaar. Precies. Dan is het klaar. Dan kun je warm of koud eten. En dit is heel lekker met dit is dan een veganistische crème fraîche op basis van havermelk met heel veel kraailook erin en of bieslook kan natuurlijk ook of een beetje bosui en een beetje peper en zout. En dat is het. Verrukkelijk. Nou, het lijkt me een geweldige lunch. Ja.